Oh, ik heb echt zoveel zin in vanavond. Stella, nog eens merci. Hè. Dat is echt graag gedaan. Ik ben ook echt kei benieuwd. Moot komt blijkbaar al optreden, maar de rest van de artiesten weet ik zelf nog niet. Oeh, ik hoop dat die dance jou af gaat zingen. En waar heb jij zin vanavond? Wat is uw vibe? Ik weet niet. Ja, ik moet eigenlijk iets vertellen over Ruben. Ja, op dat kotfeestje was ik eigenlijk een beetje aan het lachen. Ruben is niet gay. Dat was gewoon een inside joke tussen ons. Ja, sorry Christian, maar Ruben is eigenlijk mijn lief. En jij vindt dat grappig of zo? Mensen zo valse hoop geven. Wat nee, Ruben, allee, als je me van gedacht moet vertellen. Dat is echt precies wat er is. Maar Christian, kan ik het goed maken? Misschien met een drankje of zo? Ik kom mee. Ja, maar dan iets duur om het goed te maken. Een gin tonic of zo. Wil je voor mij ook een ice tea meenemen? Ah, kun je dat ook gratis fixen via je papa? Ja, zou je wel eens krijgen een cocktail? Mocht het ofzo? Oké, ik ga dat proberen fixen. Dank je. Ja, kunt jij straks niet tussen mijn Christian komen staan? Die gast gaat niet opgeven, hè? Ja, ik kan er niet aan doen, hè. Het ziet er zo goed uit vandaag. Oh, zo cute. En nog een ijs en een mojito, alsjeblieft. Right, ik ga vertrekken, want ik heb mijn hand al vol. Ja, is goed. Een plui, gratis concert, gratis drink. Wat zouden we nog allemaal kunnen regelen? Ja, ik heb op haar Instagram gezien dat ze ook een kledinglijn heeft bij ze. Dus ze moeten eens proberen fixen om dan gratis te gaan shoppen of zo. Of andere BV's ontmoeten. Laura Tesoro, Reggie, ik heb nog een hele lijst voor. Echt goed dat je te weten bent gekomen dat dat Steen is. Gewoon zien dat we ons niet gaan bespreken. Oh nee, ik had daar straks al bijna voor. Maar wie neemt er nu ook Stella als fake naam? Nou. Precies het paard. Mijn naam zou veel beter zijn. Traag geslacht? Nee, ik wou gewoon niet morsen. Gabriela of zo? Oh ja, Gabriela. Zal ik er trooi zijn? Yes! Voilà, hier ben ik. Iced tea, ja. Mojito. Dankjewel. Merci Stella, je zit echt de beste. Ja, echt thanks girl. We zouden dat nog eens moeten doen. Kent je papa nog zo'n artiesten of? Ja, eigenlijk wel. Ja? Wie? Emma Beel kent hij bijvoorbeeld heel goed. Geen internationale artiest. Ik denk dat het gaat beginnen, dus misschien moeten we ons daarop focussen in plaats van aan de volgende concerten te denken. Ja, dat is waar zo. Meer het nu leven, zo ben ik ook. Ja, ja Ruben. Goedenavond allemaal en welkom op de M&M Big Hit Party. Woehoe! We hebben een aantal leuke artiesten op het programma staan en beginnen doen we met Moot. Zij heeft meegedaan aan de M&M Ranking Star competitie en is ondertussen uitgegroeid tot een echte ster. Geef haar een warm applaus. Yeah! Maar ik kijk echt al uit naar de komende optredens, maar toch liefst wel een kalender opstellen, want je weet, met mijn druk social life weet je toch liever al vooraf. Ja, en Stella, anders kom je nog eens eten bij ons, hè? Ah, dat is een goed idee. Maar we kunnen ook iets anders doen, Stella. We gaan shoppen. Ah, bij de Gamma heb ik nog 5% korting, mijn papa dat werkt. Ach, bij de Gamma, daar kunnen we toch echt niet gaan shoppen? Nee, ik dacht eerder aan de DBC of aan de Zip of zo. Ah, ik heb toevallig wel korting bij de Zip. Ah, amai, dat is inderdaad heel toevallig. Dan werd je papa daar ook zeker. Maar doe eens niet zo hypocriet en doe niet alsof je niet van die korting af wist. Ik heb jullie daar juist wel gehoord. Ze weten dat je Steen bent en ze willen er alleen maar van profiteren. Terwijl dat zij enkel een goede vriendin wilt zijn voor jullie. We moesten je schamen. Is dat waar? Oh, maar nee, dat is niet waar. Allee, we wisten nu wel dat je Steen waard, maar we wouden daar echt niet van profiteren of zo. Ja, en eigenlijk heeft Steen eerst tegen ons gelogen. Ja, yeah, true that. Steen, wacht. Not my problem. Bedankt om te kijken naar deze nieuwe video. Like hem zeker en abonneer op ons kanaal. En ga ook zeker kijken naar de aflevering op VTM Go. Linkje in de beschrijving.